Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is opiniemaker en oud-Tweede Kamerlid Meili Vos. Opnieuw goedemiddag. Je kon het net al aan dat je het wilde hebben over de rollator. Ja, inderdaad. En waarom? Het College van Zorgverzekering, dat is een adviesclub die adviseert over hoe we de zorg bijvoorbeeld betaalbaar kunnen houden. Die had gisteren geadviseerd, nou, haal de rollator en het leesbril nou uit het basispakket. Want, dat kan je allemaal zelf betalen, het is niet duur. En je weet op een gegeven moment dat je zo'n ding nodig hebt. Dus je kan ervoor besparen. Ja. Weet je, het zou net zo raar zijn als ik, omdat ik een kind krijg, uit het pakket een kinderwagen zou halen. Die heb jij niet gekregen. Nee, die heb ik gewoon tweedehands gekregen. En, maar goed, als ik hem had gekocht, dan was hij €800 geweest. Maar goed, dat doen we niet in het verzekeringspakket. Omdat je weet dat je die kosten gaat maken. Ja, en nu is het zo dat iedereen die wil een rollator en een leesbril kan krijgen? Ja. Nou, die zit dus in het pakket. Dus als jij dus een rollator wil of denkt nodig te hebben of voorgeschreven krijgt, dan krijg jij een standaard voor ongeveer €75 zo'n blauw ding vergoed. Ja. En die zijn hartstikke goed, maar ze zijn ook veel goedkoper op marktplaats te krijgen. Maar ja, de argumentatie van CVZ is van, nou ja, daar kan je rekening mee houden. Verzekeringen zijn, die heb je voor alles waar je eigenlijk geen rekening mee kan houden. En de dingen die je niet kan betalen. Bijvoorbeeld als je heup breekt. Ja. Nou, er zijn veel ouderen die dat echt niet zelf kunnen betalen. Nou, daar hebben we verzekeringen voor. En jij bent het met ze eens, dat is goed naar je luistert. Ik ben het hartstikke met CVZ eens en vorig jaar ook met minister Schippers. Maar toen heeft de PVV dat tegengehouden. En het is nogal veel geld, dus 10 miljoen. En zo zitten er wel meer dingetjes in het basispakket waarvan je kan afvragen, nou, moeten we dat nou wel in de grote pot stoppen? Want de premies worden zo te hoog. En je wil praten daarover met Fleur Argema, Kamerlid voor de PVV. Ja. Waarom zij? Zij heeft gisteren gelijk ook bezwaar gemaakt. En zij heeft vorig jaar ook minister Schippers ervan weerhouden om de rollator uit het pakket te halen. Ja, mevrouw Agema, goedemiddag. Hoi. Waarom heeft u bezwaar tegen het uit pakket halen van de rollator en de leesbril? Nou ja, precies ook de argumentatie die mevrouw Meili Vos aangeeft. Dat is typisch de PvdA. Die met een redenatie komt die totaal mank gaat. Want als je het dus hebt over een zwangerschap waar mevrouw Vos mee komt, ja, die zit wel in het pakket natuurlijk, de kraamzorg. Dus, maar de kinderwagen niet, vertel ze net. We hebben het over de kinderwagen, we hebben het over de juiste vergelijking. En een rollator kan je vergelijken met een kinderwagen. Nee, het is absoluut een hulpmiddel, dat heeft u zelf ook over hulpmiddelen met lopen. Ja, ja. Kijk, het is heel wat anders dan een keizersnee. Een rollator is inderdaad een hulpmiddel, zoals een looprek of krukken of een rolstoel. En daarmee behoort het ook tot de basiszorg. En het is zeker geen vervoersmiddel. Want als je nu dus ziet dat er zo'n 15.000 mensen per jaar een heup breken, waarvan er een kwart binnen een jaar overlijdt en nog eens 25% invalide blijft, dan zie je ook wel de noodzaak in om ouderen die veel langer thuis wonen, ook het oude beleid van de Partij van de Arbeid, om daar ook als overheid bij betrokken te blijven, dat die mensen ook in een thuissituatie de juiste hulpmiddelen hebben. U zegt, die rollator is gewoon heel belangrijk voor oudere mensen. Ja, want de directe kosten van een valincident zijn bijna €3.500. Ja, en daar wil ik heel graag premie voor betalen. Daar is ook een verzekering voor bedoeld. Maar een rollator, nogmaals, is een goedkoop ding wat je de meeste ouderen zelf kunnen betalen. Ik bedoel, u weet ook, net als ik, dat heel veel 65-plussers redelijk inkomen hebben. 3% is echt, zit al in de armoedegrens. Voor hen zou je via de bijzondere bijstand, dat gebeurt overigens ook, als zij echt gewoon geen rollator kunnen betalen en ook hun familie en hun kinderen dat niet voor ze willen betalen, geef je dat via de bijzondere bijstand. Maar alle ouderen kunnen echt wel een geldje uittrekken voor een tweedehands rollator. Want laten we wel wezen, een geldje is €25, geloof ik. Hè? Ja. Dat is nog steeds om minimaal 75 euro. En in wezen gaat het om een nieuwe rollator. In wezen gaat het nog niet om het geld. Het gaat om het principe, wat is basiszorg? Nou, wat dit hoort dus in niet het verzekerpakket en wat hoort daar niet in? Denk je nou werkelijk dat Nederlanders zo ontzettend dom zijn? Nee, ik bedoel, de 25 euro, dat met 75. Dat, met dat, nee, 25 euro kost een tweedehands rollator, dan moeten we echt even een beetje zuinig zijn. En u denkt nou werkelijk dat mensen daarin trappen, dat u dan zich hard gaat maken voor die rollator, terwijl aan de andere kant het PGB wordt afgeschaft. Daar hebben mensen, arme mensen, echt last van. Mevrouw Agema. Mensen zijn niet dom. Nee, inderdaad. Mensen die vroeger ook op de Partij van de Arbeid stemden met een lager inkomen. Mensen die nu vaak nog leven alleen maar van een AOW'tje of een klein pensioentje. Dankzij de PvdA hebben nu de AOW. Mevrouw Agema. Nou ja, dat zijn wel de mensen die op dit moment, waarvan mevrouw Meili Vos dus zegt van, nou ja, geef die mensen maar geen rollator meer vanwege de kosten. Maar, ja, klopt. Ja, dat zeg ik, omdat die kosten zelf... Wij vinden dus maar niet, laten afmaken. Omdat op het moment dus, want wat er ook nog bij komt kijken is bijvoorbeeld gêne en schaamte. En wat je dus ziet is dat als gevolg van zo'n valincident er zoveel mensen of overlijden of blijven de schade houden. En de kosten van
van zo'n ongeval dus niet alleen emotioneel, maar ook echt qua kosten veel schade met zich meebrengt. Dan zul je ook die afweging moeten maken. Komt het toch niet met en zijn we er als samenleving veel beter af. Als we dus wel dus, de hulpmiddelen en ook de looprekken en de krukken, want dan gaat het hier natuurlijk ook om. Maar wacht even, u heeft echt heel veel verstand van zorg en van ouderen, ja. Want dat weet ik, dat u daar heel veel verstand van heeft. En u heeft het nu echt over twee dingen, namelijk als je inderdaad valt en een heup breekt, dan ben ik echt dolblij dat we dat dus in het pakket hebben, dat dat verzekerd is, dat die mensen geen zorgen hoeven te maken over die duizenden euro's. En over een bezuiniging die voor een heel klein dingetje, wat de meeste mensen zelf kunnen betalen, daar gaat u nou zo'n ontzettende ophef over maken. U kunt zich beter druk maken. Ik ben niet degene die de ophef maakt. Jawel, ik heb, u zegt nee, ik heb het hele gesprek niet geïnitieerd. Nou, u hebt mij uitgenodigd. Ja, ik heb u uitgenodigd om eens uit te leggen waarom u deze 10 miljoen in de voorrelatie wil houden, maar dus andere bezuinigingen wel laat doorgaan. En u bent het, bedoel, ja, wij moeten, moeten de premie betaalbaar houden. U moet ook leren rekenen, want kijk, nee, in de zorg gaat het dit. Nee, in de zorg hebben we het over een. We hebben het in de zorg over een begroting. Nee, nu mag ik. Die begroting is 70 miljard groot. 70 miljard. Ja, en dat is iets anders dan 10 miljoen. Ja, nee, maar 10 miljoen is nog steeds 10 miljoen. Ik bedoel, misschien vindt u dat weinig. Ik vind dat hartstikke veel. Ik heb het niet. Maar, nee, ik heb het ook. Nee, zeker niet. Vergeleken met de 70 miljard. Ja, maar we moeten toch op de kleintjes gaan letten. En als we al beginnen te sputteren om een rollator, dan kunnen we echt nooit de kosten van de zorg in de hand houden. Mevrouw Agema, u bent het ermee eens toch dat we moeten bezuinigen in de zorg, of niet? Nee, kijk, de Partij van de Arbeid die wilde deze kabinetsperiode 2 miljard bezuinigen. Dat wilden wij niet. Daar wie gaat hebben wij de premie betalen? En CDA ook in meegekregen. Er komt dus 15 miljard deze kabinetsperiode bij in de zorg. Dat is ook hartstikke belangrijk. Want kijk, er zijn maar twee grote rijkdommen. En enerzijds is dat je gezondheid en anderzijds is dat je vrijheid. En ik ben er hartstikke blij mee en trots op dat ik deel uitmaak van een partij die twee dingen als hoogste goed in hun partijprogramma hebben staan. Waar komt die 15 miljard vandaan? Ik vind 15. Maar waar komt die 15 miljard vandaan? Dat is allemaal ook belastinggeld. En uiteindelijk, zeg maar, hebben arme mensen hebben last van, als u dus die premium continu laat stijgen omdat u dingen blijft beloven, moeten uiteindelijk mensen met een middeninkomen en een laag inkomen steeds hogere zorgpremies gaan betalen. Ik heb nog een vraag aan mevrouw Agema. Mevrouw Agema, maar 3% van de ouderen is arm. Waarom kunnen ze het niet gewoon zelf betalen? Het gaat hier om of het basiszorg is of dat het een extraatje is, of zoals bijvoorbeeld de VVD het ook wel eens heeft genoemd, een vervoersmiddel zoals een fiets. Daar is het niet mee te vergelijken. Het is een principiële kwestie voor u. Het is een hulpmiddel en hulpmiddelen horen bij basiszorg. Ja, dat geldt dus ook voor de krukken. Meestal en ook voor het best duidelijk, maar dit begrijp ik echt niet. Ja, maar er is dus echt een verschil tussen een hulpmiddel en een vervoersmiddel. Nou, leg en als uit. U dat niet wil begrijpen, dan wil u dat niet begrijpen. Maar een vervoersmiddel, ja, dat is een fiets of dan ga je met de auto of wat dan ook. Ja. Maar een hulpmiddel, als je dat niet gebruikt, dan kom je dus simpelweg je bed niet uit of je huis niet uit. Dus je hebt het simpelweg nodig om überhaupt je voor te kunnen bewegen. En wij vinden dat de basis is. Wij vinden dat dat de basis is van de beschaving zoals het in Nederland moet zijn. Ook al kan en wij zullen ervoor blijven strijden. Ook al kan je het zelf betalen dus. Dat vindt u, ik vind het niet erg dat een miljonair ook gewoon zo'n rollatortje van 75 euro krijgt. Dat vindt u dus blijkbaar niet erg. Nee, maar kijk, als je een onderscheid gaat maken tussen wie het wel of niet zou kunnen betalen, dan kom je met heel veel administratieve lasten en dan ga je weer extra bureaucratie in het leven roepen. En nee, dan uit kan het je pakket beter halen, één, dat is heel dan simpel. Kan je, ja, dan kan je beter dus gewoon één lijn trekken en het altijd vergoeden. Want als je onderscheid gaat maken, dan ben je dat geld dus kwijt aan administratieve lasten en bureaucratische lasten. Ik zou de PVV niet graag als minister van Financiën willen geleverd. Dat zou ik echt niet willen. Nou ja, kijk, wij hebben onze centjes wat beter op orde in ieder geval dan de Partij van de Arbeid. Nou, dat betwijfel ik. En wij zorgen voor waar heel wat meer, miljarden in de zorg dan de Partij van de Arbeid. En daar ben ik reuze trots op, want als het aan de Partij van de Arbeid ligt, gaan er en in ieder geval 15.000 verpleegkundigen af. Bij ons komen er 12.000 bij. Oké, we gaan het gesprek beëindigen. Fleur Agema van de PVV en Meili Vos, oud-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Beide hartelijk dank.